Het instellen van een alias binnen Google Workspace bestaat uit twee stappen. In deze video laat ik je zien hoe je als beheerder een alias koppelt aan een mailadres en hoe je als gebruiker je het alias toevoegt aan Google Workspace, kortom je Gmail postvak. Laat ik beginnen door de alias te koppelen en dat doe ik dan door naar Directory te gaan en daarop gebruikers te klikken. Vervolgens ga ik naar Paul en dan ga ik naar gebruikersgegevens. Vervolgens kan ik hier bij alternatief e-mailadres het mailadres toevoegen dat als alias opgegeven wordt bij Paul. Daarna kan ik eventueel nog een domeinnaam selecteren waaraan dat mailadres moet bestaan. En vervolgens klik op opslaan. De alias is nu gekoppeld aan dit Google Workspace account. Paul die ontvangt mails op dit adres, maar hij kan er nog niet mee versturen. Dat is stap 2. Stel ik ben ingelogd als Paul binnen Gmail, dan ga ik hier naar de instellingen, open ik alle instellingen en ga ik naar accounts. Vervolgens klik ik hier op nog een e-mailadres toevoegen. Daarna verschijnt dit venster waar ik de alias kan toevoegen. Vervolgens kan ik nog zeggen of het moet beschouwd worden als een alias of niet. Als je op meer informatie klikt wordt uitgelegd hoe dat zit. En zodra ik op de volgende stap klikt, zie je dat de mailadres is toegevoegd. Zodra ik de browser nu herlaat en ik op opstellen klik, zie ik dat ik nu kan selecteren tussen mijn primaire mailadres en mijn alias. Nou, en dat is hoe je binnen Google Workspace een alias toevoegt. Je hebt gezien dat je als beheerder verplicht bent om onder het kopje gebruikersgegevens een alternatief e-mailadres kunt toevoegen. Er geldt bijna geen limiet, zoiets van 30 aliasen per persoon die je kunt opvoeren. En als je er overheen gaat, heb ik altijd wel weer trucjes om dat op te hogen, mocht je dat echt nodig hebben. En je hebt gezien dat je als gebruiker onder het kopje instellingen bij accounts een extra account hier kunt toevoegen, waarmee je dan kunt mailen. Doe je die laatste stap niet, dan ontvang je wel mails binnen Gmail, maar kun je niet verzenden namens dat adres. Nou, en dat is dus hoe je een alias toevoegt binnen Google. Vond je deze video nou handig? Laat dan een duimpje omhoog achter. Zo help je anderen met het vinden van deze video. Heb je opmerkingen of tips? Laat het me dan weten in de reacties. Succes met het instellen van een alias.